Nou, ik heb uh, mededogen met deze jonge schrijver, die zijn ziel en zaligheid in zijn literatuur legt. En nu uh, slachtoffer wordt van uh, een soort hetsen, een haatcampagne. Uh, en voor het leven getekend zal zijn. En ik vind dat we als collega-schrijvers. als een phalanx om deze jongen moeten gaan staan. Uh, en moeten proberen om aan uh, de wereld duidelijk te maken. dat literatuur een plek is waar je met woorden dingen kunt beschrijven. Uh, waarin je een wereld kunt opbouwen. Waarin je dingen kunt uh, onderzoeken. Waarin je mensen kwaad kunt maken. Waarin je uh, jezelf kunt uh, bekijken. Uh, alles mag gebeuren Alles dus? Mag gebeuren. Ja. Uh, moet, en moet, moet gebeuren, moet gebeuren ja. zeg jij. Wat was voor ja. jou de motivatie om te ondertekenen? Nou ja, verhalen, dat, uh, ja, dat noem ik altijd uh, zuurstof voor de ziel. Ik bedoel, als, als ik Eddie hoor, als ik, als ik Floortje hoor, als ik Gert Jan daar net hoor. Dan, dat zijn verhalen en daarmee geven wij zin aan ons leven. Dat daarmee is, ordenen we ons is leven. Dat is geen fictie, dus is wel een verschil. Ja, nou, maar dat heeft gemeenschappelijk dat uh, wij allemaal op verhaal moeten komen. Wij moeten op de een of andere manier grip zien te krijgen op ons bestaan. En dat kan door de realiteit te beschrijven, maar dat kan ook door fictie te maken. En als de stemmen die die verhalen schenken aan ons. en die daarmee ook zin geven aan ons leven, tot zwijgen worden gebracht dan moeten anderen opstaan en spreken. En dat doen we gelukkig. En dat werd tijd ook, want dat ging natuurlijk helemaal de verkeerde kant op. Flortje, jouw naam staat er ook onder. Ja, ik ben overigens helemaal geen schrijver. Je hebt een reisboek geschreven, toch? Ja, maar dat noem ik geen schrijver. Ik schrijf een boekje. Geen fictie? Nee, zeker niet. Ik ben er nu weer eentje aan het afmaken. Maar toch staat je naam eronder. Nou ja, dat vond ik dan ook... Ik werd daarvoor gevraagd. En mij gaat het vooral om het feit dat dat hele polariseren waar we in zitten... Het feit dat we het nu over doodsbedreiging hebben. Mm -hmm. Ja, ik kom net iets te vaak in landen waarin ik zie dat dat daar heel ja. normaal is. En waar je ziet wat da waar dat toe kan leiden. Mm -hmm. Dat weet je als geen ander. En dat is een glijdende schaal waar we op terechtkomen. Dus jij vond tot hier en niet verder heel ja, ja, ontzettend. Ik, moet ik heel goed dat mensen uh, er moeite mee hebben. Mm -hmm. En dat dat gehoord moet worden. Ja. En ik vind het ook heel belangrijk dat ieder stem wordt gehoord. En dat er zeer zeker. Hè, daar mogen mensen absoluut tegen zijn. Maar voor mij gaat het een lijn over als het over doodsbedreiging gaat. Ja, zit hem in.